Ze kwam knel te zitten tussen haar werk als adviseur in de gezondheidszorg en haar jonge gezin en besloot: het moet anders. Ze is eigenaresse van 2 vakantiehuisjes. Inmiddels heeft ze haar VA-bedrijf staan en is ze zich aan het verdiepen in het creëren van online passief inkomen en beleggen. Vandaag ga ik in gesprek met Marleen Davelaar. Welkom, ambitieuze high potential topper. Heel tof dat je er bent. En welkom, Marleen. Superleuk dat je er bent. Wil je jezelf even kort voorstellen wie je bent en wat je nu doet met je bedrijf? Ja, zeker. Ik ben Marleen. Ik ben 34 jaar oud en ik woon in Nijmegen samen met mijn zoontje en mijn man en mijn hond. En ik ben in verwachting van mijn tweede kindje. Ja, klopt. Ja, sinds september vorig jaar ben ik voor mezelf begonnen als VA. Daarvoor heb ik jarenlang als adviseur gewerkt in de gezondheidszorg op het gebied van functiewaardering. En op dit moment werk ik ook nog een aantal uur per week voor diezelfde werkgever. En daarnaast werk ik als VA voor een zelfstandig ondernemer. En ik ondersteun haar zowel bij inhoudelijke werkzaamheden op het gebied van functiewaardering als bij het op orde houden van haar bedrijf. En dan ja, kan je denken aan het bijhouden van een mappenstructuur, het maken van overzichten, het inrichten van systemen. En ik heb ook voor haar een website ontworpen. En de derde opdrachtgever die ik op dit moment heb is is een stichting op het gebied van kansengelijkheid in het onderwijs. En voor hen ben ik bezig met het opstellen van een in- en extern communicatieplan. En ook onderhoud ik voor hen de website. Dus ja, het is eigenlijk vrij divers wat ik doe. Ja. Enerzijds het inhoudelijke waar ik vandaan kom vanuit mijn vorige werk. En anderzijds voornamelijk websitebeheer en communicatiewerkzaamheden. Ja, nou dat is interessant om daar zo nog even op in te gaan. Waar ik benieuwd naar ben is, toen jij wilde gaan starten als VA, nog net het moment daarvoor, kun je het nog herinneren? Waar liep je toen tegenaan? Waar irriteerde je aan? Wat vond je niet prettig? Ja, dat was denk ik wel het moment dat ik net zwangerschapsverlof had gehad. Ja, dus ik raakte natuurlijk zwanger, ik kreeg mijn zoontje en ik was ook een tijd thuis. Mm-hmm. En toen moest ik weer beginnen met werken. En ondanks dat het coronatijd was toen, merkte ik al wel van, ik had best een behoorlijke reistijd van Nijmegen naar Utrecht. Dus echt ruim een uur en dan ook nog vaak files. En ik zat daarvoor ook al wel eens te denken van, wordt het niet tijd voor überhaupt iets wat anders inhoudelijk? Maar in combinatie met die reistijd toen en ook dat mijn zoontje dan wel eens ziek was. En dat je dan toch in een spagaat komt van, hoe ga ik dat doen met mijn werk? Of ik had externe afspraken. En dat begon toen ook voor mijn gevoel te knellen. Ja. En toen dacht ik echt van, nu wordt het tijd om een beslissing te nemen. En echt gaan kijken van, wat wil ik nou? Hoe kan ik het anders gaan inrichten? Ja, precies. Ja. Wat was jouw eerste logische gedachte toe? Van, ga op zoek naar een andere baan? Of wat ging er in jou om qua mogelijkheden? Ja, ik ben toen eigenlijk voornamelijk eerst gaan zoeken naar gewoon online. Van een andere richting opgaan. En dan kom je vanzelf terecht bij allerlei masterclasses en coaches. Ja. En dat was eigenlijk een beetje de trigger voor mij. Toen ben ik ook een paar masterclasses gaan volgen. En bij het een dacht ik van, dit is helemaal niks. En bij het ander dacht ik ineens van, dit past mij wel. Ja. Nou ja, zo heb ik natuurlijk uiteindelijk bij jou ook een masterclass gevolgd. Ja. En toen ineens dacht ik van, is dit niet iets voor mij om te gaan doen? Ja. En toen kwam natuurlijk ook het zelfstandig ondernemerschap om de hoek kijken. Dacht ik, die flexibiliteit, die vrijheid. Ja. Dat spreekt mij aan. En ik wist gewoon lange tijd niet wat ik dan precies moest gaan doen. En toen kreeg ik eindelijk het gevoel van, hier kan ik iets mee. Hier kan ik gewoon mezelf in ontwikkelen. Er zitten allerlei werkzaamheden in waarvan ik nu al denk dat ik ze kan, maar ik kan er ook in groeien. Ja, precies. Want dat is nog wel interessant. Je hebt altijd wel ergens dan een stukje vertrouwen nodig. Dat is wat ik kan. En daarnaast kun je dan voor een nieuwe uitdaging kiezen. Wat voor kwaliteiten zag je al in jezelf? Wat ervoor zorgde dat je een stukje vertrouwen had van, ik kan dit gaan doen? Nou, ik heb al een tijd 2 vakantiehuisjes die ik verhuur. Ja. En daarvoor doe ik alles zelf, samen met mijn man.
Dus van de schoonmaak tot de ontvangst van gasten tot social media en websitebeheer. Ja, ja. Leuk. En vanuit die kant dacht ik van, hé, dat social media stuk, de website onderhouden, dat zijn gewoon dingen, die kan ik al. Dat heb ik mijzelf destijds aangeleerd en daar heb ik mezelf ook in ontwikkeld. En dat is iets totaal anders dan wat ik in mijn werk deed. Ja. Dus toen dacht ik, hé, die kwaliteiten, die kan ik daarvoor gebruiken. En ja, daarnaast het ja, denken in concepten van hoe zet je nou zoiets op, hoe trek je klanten aan daarin. Dat zag ik daarvoor ook al bij mezelf. Ja. Dat ik echt wel iets kon neerzetten, ja, wat gewoon mensen aanspreekt. En ja, daardoorheen speelt ook gewoon de hele dienstverlenende instelling die ik heb. Dat ik gewoon het mensen graag naar de zin wil maken, mensen wil helpen, ondersteunen. Ja, ja, en dat is natuurlijk wat je als VA ook doet. Ja. Dus je was best wel ja, bij jezelf aan het analyseren van welke kwaliteiten heb ik in me. En je werkt dus als adviseur in de gezondheidszorg. Ja. En daarnaast dus vanuit de vakantiehuisjes met website, social media, de dienstverlenende, merkte je wel van wauw, ik kan best wel wat geven. Ja. En wellicht kan ik dat dus allemaal combineren in het VA-schap. Ja, precies. Had je toen ook vanuit je rol als adviseur in de gezondheidszorg ook dat je dacht van, nou weet je, daar kan ik ook echt wel nog wel dingen van gebruiken? Ja, zeker. Ja. Ja. Ik ben heel analytisch ingesteld. En dat, ja, dat onderzoeken, zeg maar, echt dingen uitpluizen en daar een advies over kunnen geven. Mm-hmm. Ja, dat zet ik ook graag in voor ondernemers die een bedrijf hebben. Dat ik juist boven die processen ga hangen en vanuit een frisse blik ook kan zeggen van, goh, je zou dit of dat kunnen aanpassen of heb je daar al aan gedacht? Ja, dus echt die helikopterview, hè? Ja. Dus je zet jezelf ook meteen daardoor ook als echt een high-level VA in de markt. Want dat zeg ik altijd, er zit heel veel kwaliteitsverschil in tussen VA's. De echte A-players, dat is waar ondernemers graag mee willen werken. Ik noem dat altijd de VA-players. Dat is natuurlijk dat je werk goed doet, hè? Dat je werk goed aflevert, dat je afspraken nakomt, dat je kwaliteit biedt. Maar daarnaast ook dat je uitzoomt en meekijkt in, hoe kunnen we dingen anders aanpakken? Of heb je het al zo bekeken? Want zeker voor je klanten, die zitten er vaak heel dicht bovenop. En te dicht, waardoor ze het niet zien. En juist in je rol die je nu hebt, ook als VA, dat je dat uitzoomen, dat is zo mega waardevol voor ze. Als je dat de extra aandacht geeft. Mm-hmm. Yeah. Ja, mooi. Hey, en wat heeft jou dus doen besluiten om de knoop door te hakken om ervoor te gaan? Want het is best wel spannend, hè? Om dan ja, die nieuwe weg in te slaan. Ja, nee, dat was zeker heel spannend. En ik had ook het idee van, ik ga dat rustig naast mijn werk uitzoeken. Ik ga een opleiding doen en dan zie ik wel verder. Ja. Maar ja, toen via kreeg ik eigenlijk al de vraag of ik iemand kon gaan helpen. Tijdens de opleiding al. Dus ja. Toen dacht ik, ja, oké. Dat kan, maar dan moet ik me wel gaan inschrijven natuurlijk bij de KVK. Ja. Dat heb ik ook gedaan. En dat was toen eigenlijk al de start van mijn bedrijf. Hoewel ik toen nog wel in loondienst werkte. Maar toen dacht ik, nou oké, dan ga ik dat erbij doen. Dus toen had ik en mijn baan en de opleiding en die klant. Ja. En de vakantiehuisjes. Ja. Ja, en toen ben ik ook bij mezelf gaan nadenken van, oké, dit is een tijdelijke situatie. Hè? Voor nu is dat prima, maar dit moet ik niet te lang gaan doen, want het is gewoon te veel. Ja. En dat versnelde heel erg het proces in, van ga ik nou mijn baan opzeggen of niet? Ja. En toen dacht ik, ja, dan hak ik ook de knoop door en dan ga ik per 1 november stoppen met mijn werk. Ja, ja, dat is heel snel gegaan. Dat had je voor waarschijnlijk niet verwacht. Nee, totaal niet. Nee. En wat heeft je geholpen in het maken van die keuze om die knoop door te hakken? Want je kunt natuurlijk het best wel lang combineren met je baan en loondienst. Sommigen blijven het altijd combineren. De meesten die zeggen wel van ik wil het uiteindelijk loslaten. Omdat ze dan echt die vrijheid hebben en zelf in de regie zijn. En dat. Maar je hebt daarin de keuzevrijheid. Wat was voor jou het belangrijkste doorslaggevende gedachte? Nou, sowieso de belangrijkste gedachte, wat ook mijn drijfveer hiervoor is echt wel de vrijheid die je als ondernemer hebt. Ja. Ja, dus ik dacht van, dat geeft mij gewoon zoveel meer rust en flexibiliteit. En daarnaast had ik ook wel sterk het vermoeden dat ik voor mijn werkgever nog wel dingen zou kunnen blijven doen, ook als zelfstandige. En daar ben ik ook gewoon het gesprek over aangegaan en dat kon inderdaad. Toen dacht ik, nou, dan heb ik ook een beetje stabiliteit
Dan val ik niet meteen in een gat. Nee, precies. Ja. Ja. En ja, dat gaf ook de zekerheid om het dan aan te durven en vanuit daar verder te gaan bouwen. Ja, ja. 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 Mooi. Mooi. En hoe zit je nu qua werkzaamheden die je aanbiedt? Want ik hoor jou heel duidelijk zeggen van, goh, ik help de opdrachtgevers met dit en dit. En ik houd ook hun website bij. Is dat iets waarvan je zegt van, goh, als je puur heel intuïtief gaat aanvoelen van wat je het liefst zou willen. Je doet dan een soort van twee verschillende soorten werkzaamheden. Begrijp ik dat goed? Dan en websitebeheer. Ik weet niet of je ook social media doet. Website in ieder geval. Nee. En andere taken. Meer bedrijfsmatig zonder de marketing dan, zeg maar. Mm-hmm. Als je vrij zou zijn in alles wat je zou mogen kiezen. Is er dan een bepaalde richting die je wat meer straks op wil gaan? Waar je wat meer diepgang in zou willen krijgen? Ja, dat was voor mij ook wel een zoektocht inderdaad. Ja. Nee, ik ben echt begonnen vanuit het idee van, oké, ik ga social media en websitebeheer doen. Ja. Maar in de praktijk merk ik toch dat het anders loopt. En dat ik ook wat ik doe in de gezondheidszorg eigenlijk nog steeds heel erg leuk vind. Ja. En dat ik ook de inhoudelijke kennis die ik heb, dat ik die niet kwijt wil raken. Mm-hmm. Dus voor mij voelt het ook inderdaad alsof ik nog op twee verschillende wegen zit, zeg maar. Ja, ja. Het is ook wel mijn doel om de komende periode nog verder ook voor mezelf uit te zoeken van wat wil ik nu echt gaan doen. Ja. Maar ik merk wel dat ik er nu naar neig om toch ook in de gezondheidszorg dingen te blijven doen. En dan meer ook op basis van projectondersteuning. Omdat ik dat toch heel leuk vind. Ja. Dus ja, want dat is het. Je hinkt een beetje op twee benen. Dat zijn eigenlijk de benen van waarschijnlijk de ene, je intuïtie, waar je hartsverlangen ligt, wat je echt stiekem het allerleukste vindt. Of je ego die zegt van, goh, kies maar voor de veilige weg en dat kun je al. En dan zit je ook safe qua klanten. En daar is niks mis mee, hè? Laten we wel wezen, het is niet zo dat het ego verkeerd is. Ik bedoel, we hebben ons ego ook nodig. Uiteindelijk ligt er een dieper liggende why onder waarom je doet wat je doet. Het is echt een kern van je zijn. Waarom je anderen zo graag wil helpen. En wat is dat voor jou? Als je nadenkt van, goh, wat maakt jou nou zo zielsgelukkig in het helpen van andere mensen? Wat is dat voor jou? Ja, dat is toch de, denk ik ook de voldoening die je daaruit haalt. Mm-hmm. Dat je echt iets hebt kunnen betekenen voor een ander. Dat je iets bij hebt kunnen dragen aan het bedrijf of aan de zorg in dit geval. Ja. Dus ook een stukje maatschappelijke bijdrage. Ja, ja. En als je gaat kijken naar dat voldoening uit de zorg. Is er iets in jouw leven wat daar raakvlak mee heeft? Wat je ooit hebt meegemaakt vanuit die gedachtegang? Wat daar een haakje mee heeft? Nee, niet per se. Ik vind het wel van jongs af aan gewoon al heel interessant. Mm-hmm. Het zit ook wel in de familie, zeg maar, bij ons. Ah ja, de familielijn. Ja. Ja. Dus ik denk dat het daar gewoon vandaan komt, de interesse. Maar ik vind het gewoon een hele fascinerende wereld. Ja. En dat je daar vanuit jouw rol als adviseur of VA in dit geval, dat je daar ook een kijkje in mag nemen en dan bij kan dragen. Dat geeft mij weer die voldoening. Ja. En wat fascineert jou zo aan de zorg? Hoe iedereen daar met elkaar samenwerkt om een patiënt weer beter te maken of zo goed als dat kan. Ja. Dat vind ik altijd heel mooi om te zien. Hoe al die processen in elkaar overlopen en dat iedereen daar weer een schakeltje in is. Ja, en zo toegewijd is om precies, te zorgen dat andere mensen er beter van worden. Ja. Ja, dus het verbeteren, zeg maar, van. En is dat dan de voor jou nog specifiek een bepaalde fysieke gezondheid, geestelijke gezondheid? Of is dat, hoe sta je daarin? Maar is dat puur algemeen, zeg maar? Ja, waar je meeste interesse naar uitgaat.
Ja, het is wel algemene zorg, maar wel het meest inderdaad ziekenhuizen, verpleeghuizen. Dat inderdaad nog iets meer dan de geestelijke gezondheidszorg. Ja, precies. Daar zit natuurlijk ook al een verschil in. Ja, ja. Mooi. En wat voor schakel vervul jij daarin? Ja, dus ik vind het zo mooi om al die schakels te zien en hoe dat allemaal samenwerkt. Wat is voor jou jouw toegevoegde waarde daarin en de kwaliteiten die je daarvoor inzet? Nou, het is natuurlijk in het grote geheel maar een heel klein schakeltje. Ja, uiteindelijk wel nodig om uiteindelijk te zorgen dat al die schakels goed functioneren. Ja, precies. Dat is het. Ja, dus ja. Hè, het is gewoon nodig. En ik zit dan denk ik meer aan de beleidsmatige kant. Maar ook dat is nodig om juist dat primaire proces te laten draaien. Tuurlijk, ja. Zonder beleid en zonder processen loopt de rest in de soep. Ja. Ja, precies. Dus daar zit dan mijn bijdrage vooral. Mooi. Dus het zit echt in de familielijn. Ja, dat zeg je al van hoor, het komt vanuit vroeger. Hoe zie je dat stukje dan vanuit websiteonderhoud? Ja, dat is dus inderdaad iets heel anders. en dat vind ik gewoon ook heel leuk om te doen. Ja, ja. En daar zit ook weer dat stukje analytisch in, het technische, het bouwen. Dus ja, als ik daar klanten ook mee kan helpen, dan doe ik dat heel graag daarnaast. En ja. Dat kan natuurlijk in alle branches. Dat kan in alle branches, ja. Zit je daarbij nu ook veel specifiek in de gezondheidszorg of heel divers? Nee, niet op dit moment. Toevallig dus nu in het onderwijs. Dus dat is ja, toch weer anders. Ja, hoewel, en toch denk ik wel ook dat het raakvlakken heeft met elkaar. In die zin, je zegt van goh, we hebben vakantiehuisjes. Je zegt van goh, ik zit ook in het onderwijs. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om het welzijn van de mens. Ja. Ja, precies. Ja, het heeft echt wel raakvlakken. Dus ik denk ook dat, zeker voor de richting van jouw bedrijf, dat jouw hart heel erg uitgaat naar zorgen dat alles goed geregeld is voor het welzijn van de mens, in de breedste zin van het woord. En dat je daar, als je daarin de schakel kan zijn om van betekenis te zijn, ja, dat je dat gewoon heel fijn vindt om daar voldoening uit te halen. Ja, dat denk ik ook. Dus dan kun je het dan toch wel ook een beetje als een algemene noemer gaan zien, hè? En in plaats van allemaal los van elkaar. Want dat is wel ook in het ondernemerschap je dieper liggende why, waarom je doet wat je doet, zorgt ervoor dat je soms hele veel verschillende losse stukjes aan elkaar kan verbinden. Ja. En waardoor je, soms zegt je ego, je moet kiezen. Want je doet twee verschillende dingen, bijvoorbeeld. Maar als jij intuïtief, als het goed voelt voor jou om op elk schakeltje daarin van betekenis te zijn en dat het voor jou klopt, dan is het ook oké. Ja, nee, dat is zo. Ja. Dus en als je uiteindelijk dus merkt van hoor straks, nou ja, dit is het toch niet, krijg daar toch niet volledig de energie vanuit. En dat is het mooie van dit vak, hè. Dan kun je natuurlijk gewoon zelf zeggen, nou dan laat ik dat varen, dan ga ik daarmee verder. Mm-hmm. Ja, ja. Mooie ontwikkelingen, mooie reizen. Ja, het is ook echt een zoektocht, maar inderdaad kom je wel steeds dichter bij de kern. Precies, dat is het. Het is een zoektocht naar jezelf. Wie ben je? Wat maakt je nou echt blij? En in het begin kies je vaak ook voor wat je al kan en een stukje veiligheid. En naarmate dat allemaal staat, denk je, ja, maar is dit dan ook echt nog wel wat ik wil? En dat is iets, dat mag je zelf altijd blijven afvragen, die vraag. Is dit ook echt wat ik wil? Des te beter leer jezelf kennen en des te beter ga je ook van grotere betekenis zijn voor datgene waar echt je hart ligt. En nu is het dit en over 5 jaar is het misschien dat. Ik bedoel, het leven blijft nooit hetzelfde. Het verandert altijd. En dat is die wendbaarheid die je natuurlijk ook hebt met dit. Dat je daarin mee kan buigen. Ja. Over 10 of 15 jaar ziet de wereld er heel anders uit. Mm-hmm. Ja, vast. Ja. En jij kunt op elk moment kun je bepalen van hey, ik ga nu die richting op. Ja. Ja. Hey, en als je voor jezelf nu zou mogen kiezen van goh, dat lijkt me tof om daarin nog verder te ontwikkelen. Is er nu iets waarvan je denkt van nou, dat ja, daar heb ik toch eigenlijk wel, dat zou ik toch heel tof vinden? Ja, ik wil sowieso nog veel meer ervaring opdoen en kennis opdoen ook, echt inhoudelijk. En daarnaast ben ik ook wel eens aan het kijken naar passieve inkomstenbronnen. Ja.
Bijvoorbeeld producten die je kan verkopen of een e-book, zoiets. Ja. Dat lijkt me ook leuk om daar, om me daar meer in te verdiepen. Ja, inderdaad. En een stukje beleggen, investeren, dat vind ik ook wel interessant. Dus daar ben ik ook wel mee bezig. Dus heel erg ondernemend eigenlijk, hè? Je bent eigenlijk een heel ondernemend typetje. Ja, dat, ja, daar kom je nu achter, toch? Ja. 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 Wat maakt voor jou dat je... Ja, jullie hebben natuurlijk al 2 vakantiehuizen, dus dat is natuurlijk ook niet zonder reden. Wat heeft... En ook als je gaat kijken naar het passief inkomen, het beleggen. Wat vind je daarin belangrijk? De werk-privé-balans. Dus dat je zeg maar daardoor je leven eigenlijk zo kunt indelen dat je het leuk houdt. Ja. Dus niet werkt omdat het moet, maar omdat het leuk is. Ja, precies. Omdat het leuk is. En ook als het... ik denk ook als het dus... als je niet kan werken op de een of andere reden, dat je dan toch, of minder, mm-hmm. dat dan toch het een en ander doorloopt. Hè? Ja, ook dat. Ja. Want als jij het voor het zeggen had qua... Nou, als we gaan kijken naar maximaal leven en ondernemen. Wat is het maximaal leven voor jou? Hoe haal jij alles eruit wat erin zit? En in die zin, hoe verhoudt die balans zich dan tussen privé-tijd, werktijd, hobby's, tijd voor jezelf? Hoe zou jij je leven dan het liefst inrichten? Nou, ik wil sowieso wel het gevoel hebben dat ik uitgedaagd word. Mm-hmm. Dus ik wil echt wel mijn potentieel inzetten in die zin. Ik wil echt van nut zijn. Dus in die zin zou ook wel, wat ik nu ook doe, ongeveer 3 dagen per week echt wel actief willen zijn. Ja. Op werkgebied. Maar daarnaast wil ik ook gewoon voldoende tijd hebben voor mijn gezin. Ja, gezin. Dus dat vind ik een mooie werk-privé-balans. Ja. En ik vind het ook gewoon heel belangrijk om mijn eigen inkomsten te genereren. Dus gewoon financieel onafhankelijk te zijn. Ja, en waarom is dat voor jou zo belangrijk? Ja, dat is toch die zelfstandigheid en die vrijheid. Die vind ik heel belangrijk. En ook dat geldt dus niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst. Dat je die zekerheid hebt, dat je dat gewoon voor jezelf kunt regelen eigenlijk. Ja. Ja, dat voelt ook eigenlijk heel fijn, hè? Als je op eigen benen kan staan. Ja, precies. Wat, dan, wat er dan ook gebeurt, dat je nooit het gevoel moet hebben dat je van iets of iemand afhankelijk bent. Ja. Van, en ja, dat, ja, ik heb dat zelf ook ervaren. Dat voor je zijn als vrouw ook eigenlijk heel belangrijk is. En niet zozeer puur vanuit hoe we gewend zijn dat het vroeger was. Dat de man degene was met het hoofdinkomen, maar dat je dat als vrouw ook heel goed kan bereiken. En daarin de gelijkwaardigheid daarin, die mag er zijn. Ja, precies. Ja. Mooie doelen heb je. Passief inkomen, werk, gezinbalans, leuk werk doen, uitdagend werk doen waarin je kan ontwikkelen, waarin je ook voldoening eruit haalt, hè? Want dat is het. Ja. Ja. Dus dat het dat werken gewoon een feestje is in plaats van ik moet werken. Nee, ik heb zin in mijn dag. Ik heb zin in wat ik ga doen. Ja, plezier in elke dag. En wat heeft voor jou ervoor gezorgd dat jij, als je nu terugkijkt, de grootste groeisprong hebt gemaakt in qua werk en business en in het leven? Wat is daarin voor jou belangrijk geweest? Ik denk gewoon het gaan doen. Gewoon de knoop doorhakken en denken, oké, ik ga ervoor. En dan vanuit daar, je moet wel, zeg maar. Je gaat vanzelf ontdekken en leren en lezen en ervaring opdoen. En juist door het te doen, groeien. Ja, door het te doen. En dat is vaak wel wat heel veel vrouwen lastig vinden, hè? Om die stap te zetten naar het doen. Ja. Wat heeft gemaakt dat jij daadwerkelijk ook die stap echt hebt gezet? Welke gedachte heeft je daarbij geholpen? Vooral het omdenken. Je kan heel lang denken van, ik ga het niet doen, want... Ja. Want dan ben ik mijn baan kwijt, want ik krijg een kind. Want zo zijn er natuurlijk altijd redenen om het niet te doen. Maar toen ben ik ook gaan denken van, oké, maar wat als ik het wel doe? Stel, het gaat mis, wat dan?
Ja. Ja, nou, dan ga ik weer een baan in loondienst zoeken. Precies. Ja. Dat was mijn gedachte destijds ook. Ja. 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 En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk best wel simpel. En ja. Bovendien, ik heb natuurlijk wel gekeken van, kan ik het ook een tijdje uitzingen? Ja. Financieel gezien heb ik een basis om op terug te vallen. Ja, en als je die hebt, ja, dan zou ik zeggen, doe het dan gewoon. Ja, en ook als je hem niet hebt, en zeker ook, ja, weet je, de markt nu is ook, er is eerder personeel tekort dan dat ja. er te veel personeel is. Dus wat dat betreft, ja, en eigenlijk denk ik, ik heb toen ook gedacht van, weet je, als ik wil, kan ik altijd werken. Ik kan altijd ergens werken. Dan moet je putjes scheppen, bij wijze van, noem maar even iets. Hè? Ik bedoel, als je wil werken, echt wil werken, is er altijd iets te vinden. Ja. Dus er is wat dat betreft geen risico, maar dat zit wel natuurlijk wel in, is een gedachte, een drempel waar je dan overheen moet. Maar het is inderdaad een veilige gedachte die mij ook altijd heeft geholpen in, ik zet die stap en als het niet lukt, dan ga ik weer terug. Maar ik ben nooit teruggegaan, maar ja, het is wel een vangnet waar je altijd gebruik van zou kunnen maken. Ja. Ja, precies. Ja, weet inderdaad dat je altijd weer een andere kant op kan gaan. Ja, ja, mooi. Hey, en wat wil jij vrouwen echt nog meegeven die nog een doorbraak mogen maken in business en leven? Wat vind jij dat ze echt nog moeten weten wat belangrijk is? Ja, dat heeft ook gewoon heel erg hiermee te maken. Dat je dus geen angst hoeft te hebben voor het ondernemerschap. Mm-hmm. Ook al is het super spannend, hè? Dat vond ik ook en dat vind ik nog steeds heel veel dingen. En natuurlijk moet je heel veel leren en gaat het met ups en downs. Ja. Maar het is ook heel mooi. En juist door het te gaan doen, merk je ook bij jezelf dat je daar echt wel sterk in staat. En dat je veel meer kan dan je denkt. Dus laat je daardoor niet tegenhouden. Dat zou ik wel willen meegeven, ja. Ja, mooi. Dus krijg je misschien spijt dat je het nooit hebt gedaan. En dat is zonde. Ja. Ja, als je achteraf terugkijkt en denkt spijt, oh, had ik toch maar. Ja. Ja, mooi. Mooi om je af te sluiten. Marleen, super bedankt voor je inspiratie om andere vrouwen ook te inspireren om alles eruit te halen wat erin zit aan hun hart te gaan volgen. Als mensen nog iets van jou willen weten, waar kunnen ze jou dan vinden? Dan kunnen ze kijken op mijn website www.virtualsupportforyou.nl en dan voor is een 4. Ja, goed dat je het zegt. Ja. Ja. En ik heb ook een Instagram-account, Virtual Support for You. En ze kunnen ook altijd even mijn naam googlen, dan vinden ze hem ook wel. Nou, hartstikke tof. Hey, super bedankt. Heel veel succes. Dank je wel. Ik vond het fantastisch dat je tot het einde bent gebleven. En ik hoop dat je heel erg geïnspireerd bent om zelf ook groter te denken, te dromen, te durven en te doen. Wil je meer van mij weten? Kijk dan op mijn website danielleleuvering.nl of volg mij op social media @danielleleuvering. Heel erg bedankt voor het luisteren en of kijken. Heel graag tot de volgende aflevering. En vond je dit tof? Like en abonneer dan op dit kanaal.